Hoi, welkom bij de allereerste Fan Friday video. Ik heb hier zo ontzettend veel zin in. Dit is een nieuw concept dat ik aan het uitproberen ben. En het is gewoon een video dat meer om jullie draait. Want dat lijkt me ontzettend leuk. Jullie kijken allemaal natuurlijk mijn video's. Maar ik wil ook gewoon wat teruggeven. Dus vandaar dat ik de Fan Friday video's heb opgezet. Ik kan eigenlijk niet meer wachten. Dus laten we gewoon beginnen met het eerste gedeelte van deze video. En dat is fanart! Dit is dan meteen een speciale editie. Want ik ben wel van plan om in elke Fan Friday wat fanart te laten zien. Van bijvoorbeeld Instagram of van Twitter. Maar ik ben laatst dus bij Veed geweest waar ik jullie heb kunnen ontmoeten. En jullie hebben zoveel lieve en leuke dingen gegeven dat ik dat natuurlijk in deze video wil laten zien. Ten eerste hou ik heel erg veel van Minions. Dus ik heb natuurlijk Minions spulletjes gekregen. Heel erg bedankt daarvoor. En daar is ook een Minion knuffeltje. En ik heb hier een gelukssleutelhangertje gekregen van een meisje. En deze is zo ontzettend lief en schattig. En dit geurtje. Ik weet niet hoe je dit hebt uitgekozen. Maar het ruikt zo ontzettend lekker. Ik ga dit echt zeker weten dragen. Ik hou hier ontzettend veel van. En jullie weten natuurlijk ook dat ik van Snoep hou. Duh. Dus hier heb ik snoepjes gekregen. En heel erg veel chocola. Oh my god. Je kan echt nooit fout gaan met chocola. Dus ik ben hier ontzettend blij mee. Dank jullie wel. En ik heb een Skittles drankje gekregen. Waar ik ontzettend nieuwsgierig naar ben. Want dit ziet er echt heerlijk uit. Dankjewel hiervoor. Jullie weten natuurlijk ook dat ik ontzettend veel van knuffels hou. Dus ik heb knuffeltjes gekregen. En hier ben ik zo blij mee. Deze is zo ontzettend lief. En hij is zo heerlijk zacht. Dankjewel. En ik hou niet alleen van knuffels. Ik hou ook van eenhoorns of van unicorns. En dit is dus een combinatie van een eenhoorn en een knuffel in één. En hier word ik zo ontzettend om lachen. Want ik vind zijn gezicht echt heel erg grappig. Dankjewel voor deze eenhoornknuffel. En ik heb ook een eenhoornbril gekregen. Woei! Nou, ik heb dus van mijn nichtje gehoord dat dit Rarity is van My Little Pony. Ik heb daar geen idee van, maar ik vind deze bril echt zo ontzettend geweldig. Ik heb hier hele lieve zakjes gekregen en cadeautjes gekregen. Ik wil er ook eventjes dankjewel voor zeggen voor deze superleuke en mooie verpakkingen. En ik heb natuurlijk ook hele lieve brieven gekregen en super gaaf fanart. En die ga ik nu eventjes aan jullie in beeld laten zien. Ik ben heel erg blij met deze tekeningen en ik vind het zo ontzettend lief dat jullie gewoon de tijd besteden aan het tekenen. En gewoon aan deze super geweldige, talentvolle tekeningen voor mij. Speciaal voor mij. Heel erg bedankt voor deze super toffe fanart. Ah, questions! In dit gedeelte ga ik kijkersvragen beantwoorden. En op de vorige Room Tour video hebben jullie hele leuke vragen achtergelaten. Dus de eerste vraag, daar ga ik gewoon mee beginnen. En die is van Mia Kroon. En ze vraagt, waarom mogen we geen Twilight boeken zien? In de Room Tour video liet ik de boeken van Twilight zien. Maar er is eigenlijk een soort van algemeen idee van Twilight. Dat het heel erg sappig, romantisch verhaal is. En daar moet je een beetje voor schamen. Maar het was gewoon een grapje. Eigenlijk vind ik Twilight ontzettend leuk. Ik heb alle boeken gelezen en alle films gezien. Nou, de tweede vraag is van Tessa van het Hoog. En zij vraagt, hoe lang blijf je in Nederland? Want op dit moment ben ik natuurlijk in Nederland. Ik ben hier nu een weekje. En ik ben van plan om hier minstens 3 maanden te blijven. Ik heb in ieder geval nog geen ticket teruggeboekt naar Amerika. Dus ik weet nog niet wanneer ik precies terug ga. Voorlopig ben ik nog wel eventjes in Nederland. De derde vraag is van Esme Visser. En zij vraagt, met wat voor camera film jij? Ik krijg heel erg vaak de vraag of ik met mijn mobiel film. Want in de vlogs, dan laat ik wel eens mezelf in de spiegel zien en dan zie je inderdaad mijn mobiel. En vlogs film ik inderdaad met mijn mobiel, met mijn iPhone. Maar deze video's waar ik gewoon zit zeg maar voor de camera, die film ik met de Canon 70D. Of 70D in het Nederlands. De vierde vraag komt van Riet Jochems. En die vraagt, waar is je bed? En ik vind het best wel een grappige vraag. Want in de Room Tour video klopt het inderdaad dat je geen bed ziet. Ik heb het erover dat ik vroeger een hoogslaper had. En nu staat daar een bank. Maar wat het dus is, het is een slaapbank. Dus voor de video heb ik het eventjes ingeklapt. Zodat ik wat meer ruimte had. Maar normaal gesproken staat deze slaapbank helemaal uitgeklapt. En dat is dan mijn bed. En de vijfde vraag komt van Femke HZT. En zij vraagt, komt er een meet and greet? En ja, dat komt er zeker. Ik ben namelijk bij de Dutch YouTube Gathering en ik ben er alle 3 de dagen. Er zijn 2 fandagen en eentje is een industry day, dus ik ben er op vrijdag, zaterdag en zondag. En los van de Dutch YouTube Gathering lijkt het me ontzettend leuk om zelf ook nog een aantal fan meet and greets te organiseren. Ik wil in ieder geval eentje in België organiseren en dan ook eentje in Nederland, zodat ik dus zeg maar de Belgische en de Nederlandse fans kan ontmoeten. En ik hoop echt dat het gaat lukken. Ik ga er zeker weten achteraan en ik ga mijn best doen om die ook nog te organiseren. Dus in ieder geval de Dutch YouTube Gathering en hopelijk natuurlijk een aantal extra meet and greets. Snapcalls! Voor dit gedeelte ga ik een aantal fans bellen op Snapchat. Want Snapchat heeft dus deze nieuwe functie en ik vind het zo ontzettend leuk om met jullie te bellen. Dus het leek me ook gewoon heel erg leuk om dat in een video te doen. Ik heb nu eventjes Snapchat openstaan en tegen jullie verteld dat jullie eventjes een snapberichtje kunnen sturen of me kunnen bellen. En dan ga ik of een belletje antwoorden of zelf iemand bellen. Hoi! Hallo? Ik hoor je niet. Hallo? Hoi! Hallo! Wow! Hoe heet je? Amber. Oh, hoi Amber. Wil je iets tegen de kijkers zeggen? Ik weet niet echt wat ik moet zeggen op dit moment. Oh, je bent een beetje verlegen. Ja. Hoe oud ben je? Ik ben nu 14 jaar. Wauw, en woon je in België? Ja. Superleuk! Ik vind het altijd leuk om Belgische fans te spreken. Nou, heel erg bedankt voor het belletje. Doeg! Ja, dag! Hallo? Hoi! Je spreekt met MeisjeDjamila. Kom maar op. Dat was een beetje een vertraagde reactie. Weet je het? Ja? Ik vind het echt cool. Oh, dank je. Wat ben je lief. Met wie spreek ik? Met Lois. Lois, wat een mooie naam. En hoe oud ben je? Ik ben 11. Oh, is er iets dat je heel graag tegen de kijkers wil zeggen? Of gewoon even nou, hoi? Blijf vooral kijken naar Jamila, want het is echt gewoon heel leuk. Oh, je bent echt heel erg lief. Dankjewel, Lois. Doeg. Doeg. Hoi. Hallo? Hallo? Oh my god! Met wie spreek ik? Met Sarah en met Stephanie. Hoi Sarah en Stephanie, willen jullie even hoi zeggen tegen de kijkers? Ja. Hallo! Hoi! We zijn Belgische kijkers trouwens. Oeh, Belgische kijkers zijn echt super super tof. Ik hoop dat ik ooit een keertje een meet and greet kan doen in België. Ja, dat hopen wij ook. Oh. Ja, dat zal zeker komen. Dan heb ik in ieder geval twee fans. Doeg! Bedankt voor jullie belletje. Doeg! Dag! Doeg. Oh, ze waren echt zo ontzettend lief. Oké, ik heb dus het belletje opgehangen, maar zij nog niet. Dat kon ik nog horen. Oh, heel erg lief. Jullie zijn echt geweldig. Funny face! In dit gedeelte van de video ga ik jullie gekke bekken naproberen te doen. Op Snapchat heb ik jullie gevraagd om de allergekste gezichten naar me toe te sturen. En ik heb er een aantal opgeslagen en deze ga ik naproberen te doen. Hier heb ik een Enzo Knol fan en zij heeft een heel erg grappig en gek gezicht. Ten eerste zie ik dat ze haar achter de oren heeft zo. En dan maakt ze een dubbele kin. En vervolgens kijkt ze scheel. En de tong. Steekt ze de tong half uit. Dus oh jeetje, dat gaat lastig. Zo. Wow, dat doet pijn aan mijn gezicht. Voor deze gekke bek heb ik een bril nodig. En deze heb ik er eventjes bijgepakt. Dus die doe ik op. En ze maakt een dubbele kin zo. Oké, volgens mij heb ik hem nu al redelijk goed. Ik weet niet hoe je dat hebt gedaan, maar dat is echt geweldig. Wow, wow, hier is de volgende. Dan mag ik mijn bril weer afdoen. En oh, ik heb echt geen idee wat ik nou precies moet doen hiervoor, maar zoiets. Ik hoop dat dat een beetje erop lijkt. En hier, oh, dan mag ik mijn bril weer terug opdoen. Zo. En hier moet ik voor de helft mijn tong uitsteken volgens mij. Zo. In deze volgende selfie doet ze een emoji na. Dus dan moet ik dat ook maar eventjes doen. Dus één knipoog. En die komt. En oh my god. Dit is geweldig jongens. Ik heb echt geen idee hoe ik dit moet doen. Maar ik ga het gewoon proberen. Oké. Zoiets. Zo. Volgens mij is dat wel oké. Oké, jij bent echt de award voor het meest gekke bek ever. Dat is geweldig. Nou, dat was in ieder geval de gekke bekken. Heel erg bedankt voor het toesturen van deze super leuke en grappige selfies. En dan gaan we door naar het volgende gedeelte. 10 second shout-out. In dit gedeelte ga ik een shout-out geven naar zoveel mogelijk mensen binnen 10 seconden. Ik heb de namen gehaald uit de comments van de vorige video. In dit geval de roomtour video. Maar wil je kans maken voor een shout-out in de volgende Fan Friday video? Laat dan een reactie achter op deze video. Want deze comments zal ik gaan gebruiken. Nou, ik ga er gewoon voor. hoor. 3, 2, 1. Lisa, Sema, Elke, Demi, Rosalien, Pascal, Kainat, Aya, Soendus, Mare, Annelien, Nieke, Masti, Nienke, ST, Floortje, Grison, Rosa, Lisa, Kelly, Chloe. Als je deze video leuk vond, geef het dan zeker eventjes een duimpje omhoog. En zorg ervoor dat je me ook volgt op al mijn sociale media. Ik ben te vinden op Snapchat, Twitter, Instagram en Facebook. En de links daarvoor zul je vinden in de beschrijving onder deze video. Zorg er ook voor dat je even een reactie achterlaat onder deze video met vragen of dares. Want het lijkt me heel erg leuk om een dare te doen in de volgende Fan Friday video. Ik vond het in ieder geval echt super leuk om deze video te filmen. En zoals altijd komt er natuurlijk weer morgen op zaterdag een nieuwe video online. En dan zie ik je daar. Doeg!